Thibaut Ponsaerts, vandaag toch een klein beetje een thuiswedstrijd voor jou. Ben je volledig gerecupereerd, volledig genezen? Ja, ik denk het wel. Ik was een paar weken geleden hier gevallen in dezelfde bocht als in de tijdrit van de Ronde van Vlaams-Brabant. Maar ik denk wel na de Ronde van Savoie, ik ben daar wel redelijk goed uitgekomen. Ik heb mijn training goed kunnen doen, dus ik denk dat ik wel iets sterker ben geworden. Het Lotto-team heeft bepaalde speerpunten. Jij bent er één van. Wie verwacht je ook mee vooraan? Ik denk dat iedereen van de ploeg wel vooraan kan zitten. Ik denk dat ook wel dat dat het beste voor ons is. We hebben enkele snelle mannen. We hebben er ook een paar met Lennart en Liam die het alleen kunnen afmaken. Dus hopelijk zitten we met zoveel mogelijk vooraan. Waar ben je bevreesd voor? Welke ploeg ducht je? Er zijn wel een aantal grote ploegen zoals Balen en Home Solutions. Die zijn met redelijk veel mannen hier. Die kunnen wel het overtal hebben in de ontsnapping. Maar ik denk zeker dat we er geen schrik van moeten hebben. Ik hoorde de naam Nijs niet vallen. Nee, ja, die is natuurlijk alleen. Die zal moeten hopen dat hij mee is. Maar een keer als er een groep weg is, denk ik dat er niet veel ploegmaten van hem meerijden. Dus dat het dan wel niet makkelijk voor hem gaat zijn. Dus ik denk dat het voor hem ook vooral zaak gaat zijn om met de goede ontsnapping mee te zijn. En in de sprint is hij sowieso een van de snelste van het peloton. Wat gebeurt er jou nog voor dit seizoen, voor jouzelf? Nu rijd ik een wedstrijd in Frankrijk. Daarna ga ik door naar een ronde in Frankrijk en in Tsjechië. En op het einde van het jaar heb ik nog twee rondes in Frankrijk en Luik-Bassenaken-Luik normaal. Dus het gaat nog vrij druk worden. Naar volgend jaar toe zijn er al bepaalde contracten, bepaalde contacten bij andere ploegen of binnen in het ploeg? Nee, er is nog altijd niks vast. Dus dat gaan we nog zien. Oké, veel succes alvast en groetjes aan Hans van mij. Ja, dat zal ik doen, dank je wel.